Hoi, ik zie jou hier staan. Wat is je naam, als ik vraag me? Ik ben Stan Bekkers. Oké, waar kom je vandaan? Ik kom uit Arnhem. Uit Arnhem? Ja. Oké, en heb je zelf meegedaan? Nee, ik heb niet meegedaan, maar mijn zoon doet hier mee met zijn school. Oké. En ik ben hier stiekem naartoe gereden om hem aan te moedigen. Ja, hij wist niet dat je kwam? Ja, hij wist niet dat ik kwam. Oh, ja, en hij schrok zo erg dat hij gewoon doorreed. Nee, je weet het. Ja, ja, precies. Want hoe oud is je zoon? Hij is 15. 15 jaar? Ja. En hij zou één keer meedoen of meerdere keren? Nee, hij heeft hem nu 3 keer naar boven gereden. En hij is nu op weg naar beneden voor de 4e keer. En dan rijd ik de laatste keer maar mee. Jeetje, geweldig, ja, joh. Leuk, hè? En je bent als verrassing hier naartoe gekomen? Ja, ja, om hem aan te moedigen. Leuk, joh. Ja, ik ben zo trots op hem dat hij het doet. Ja, zeker. En dat voor zo'n mooi doel. Ja, prachtig. Helemaal geweldig. Ja, dat geloof ik. En het, wat wil ik zeggen, dus de klas met wie die is gegaan, ja, hadden die een speciaal doel? Of gewoon echt om voor het onderzoek? Nee, het is ieder jaar. Het is het Doornweert College uit Doornweert. En die komen ieder jaar hier met 3 leraren en 6 leerlingen. En dan halen ze met de hele school geld op en dan komen ze hier naartoe en doen ze mee. Ja, leuk, hè? Heel leuk. Nou, leuk je even gesproken te hebben. Dankjewel. En heel veel succes straks. Ja, dankjewel. Ik zal het nodig hebben. Ja. Laat je niet kisten door je zoon, nee, hè? Nee, nee. Nee. Voor hem is de 4e keer, hè? Voor mij de 1e. Ja, dat bedoel ik. Nou, leuk, joh. Bedankt. Oké. Okay. Nou, Simon, joh. Ik hoor van je vader dat je binnen bent gekomen. Hoe is het gegaan? Nou, het was wel zwaar. Ik heb net de 3e keer gehad. En het was toch echt wel zwaar na die eerste 2 keer. Maar ik wou eigenlijk nog een keer gaan. Want... Ja, papa is er nou te wachten, hè? Ja. Hoe vond je dat hij daar opeens voor je stond? Ja, het was echt een verrassing. Ik had echt totaal niet door dat hij zou komen. Nee. Dus het was echt heel bijzonder. Je kon het eigenlijk niet geloven, hè? Nee, het was echt heel raar. Maar dan vraag je zo, hè? Want je bent met school? Ja. Nee, met hoeveel leerlingen? 6 of zo? Met 6 leerlingen en 3 leraren. 3 leraren, ja. En jullie gaan allemaal weer voor de 4e keer naar boven? Nou, twee andere jongens die zijn net vertrokken voor de 4e keer. En dan zijn er... Is 1 docent die blijft dan boven. Ja. En dan zijn er 2 die fietsen dan. Die zijn volgens mij nu bezig met hun 5e keer. Okay. En dan zijn er nog 3 meisjes die zijn ook met hun 3e keer bezig. Oh. Nou, jullie zijn wel wikkels, hoor. Hè? Ja. Maar het is best zwaar, hè? Ja. Maar ja, je gaat nog 1 keer met pa naar boven. Rustig aan. Hè? En het is voor het goede doel. Dus fantastisch dat je dat doet. Leuk dat ik je even mocht spreken. Ja. Bedankt, hè? Oké. Okay. Ja. Nou, zet hem op, hè? Super, pa en zoon. Haha, yay. Daar gaan we.